Dit heeft gewoon nog een week hier gelegen. En ik wil weten wat erin zit. Hij moet nu open! Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe unboxing video van Zelda Player 20. Met mogelijk maakt het René, ik blijf het zeggen. Want René die maakt het ook mogelijk. Ik bedoel serieus, ons kraampje is altijd gezellig en het staat gewoon overal van koop. Het zijn goede kaarten die je 9 van de 10 krijgt. Ik bedoel, vergeet niet. Deze die had ik op Fair. Tomo Fair. Deze. Ik heb hem hier nog steeds. Waarom? Hij is awesome. Maar goed, daar gaan we deze video niet mee. Ja, nou, we zijn de video er al mee begonnen, maar who cares? Ik heb hier in ieder geval nog de Venusaur EX boxen en ik heb nog 2 losse booster packs. Hopelijk tot daar ook nog leuke dingen kunnen zitten. Dus dat zijn onze extra's, die leg ik daar mooi in de hoek neer. Maar we gaan eerst eens kijken wat we dus bij Venusaur EX, wat we dan in de Generations. En vergeet niet, Generations, het is een van mijn favoriete booster sets. Waarom? Jullie heten het heel erg veel Evolutions. En damn, wat is dit goed dichtgeplakt. Damn, dit is heel goed dichtgeplakt. Zo, hé. Sorry voor de box art liefhebbers, maar hij zat heel erg goed dicht. En eventjes dit naar de afvalbak. Zo, nou ja, ik kan niet alles bewaren. Goed, nou, vanaf het begin zien we dus al gelijk de Venusaur EX. En ik ga hem heel voorzichtig eruit proberen te halen, want heel veel die hebben er toch al klachten over hoe dat de EX-kaarten erin worden gegooid, de promokaarten. En ik moet zeggen, ik ben er ook niet echt een fan van, omdat ik heel erg snel bang ben dat ik de kaart dus doe beschadigen. En daar zijn heel veel mensen bang voor. Ik moet zeggen, ik ben er zelf ook geen fan van. En natuurlijk ook heb je heel erg snel last van de warping die erin zit. Maar ja, op zich, ik moet zeggen, hij is wel heel erg mooi. Jammer alleen dat er geen Leafeon op staat. Ik bedoel, de Charizard die had Flareon. En de Blastoise die had verpoort. Waarom mag Leafeon hier niet bij staan? Leafeon, je krijgt nog extra screensign. Serieus. Jij hoort hierbij te staan. Maar goed, in ieder geval, we gaan naar de unboxing. Ik zal deze heel eventjes mooi op de bench leggen. We hebben de 4 Generations. Natuurlijk. En een codekaart. De 4 Generations. En natuurlijk de hele grote kaart die ik er ook voorzichtig uit zou gaan halen. Die ook natuurlijk weer een beetje... Hoppakee, weg ermee. Warped is, maar hier heb je hem dan in het groot. Dus daar heb je hem in het klein. En hier heb je hem in het groot. Nou, ik zal hem dan mooi hier een beetje in het hoekje leggen. Want natuurlijk gaat het om de 4 Generations. Nou, ik heb 8 Generations uitgepakt op Tomo Fair. En nou gaan we natuurlijk eens kijken of we hier ook leuke dingen kunnen krijgen. En vergeet niet, het is Generations. En Generations staat erom bekend om met Superlijn vast te zitten. Jongens, dat verzin je echt niet. Ik bedoel... Plus, Generations is heilig in verband met... Vele evoluties die we te pakken kunnen krijgen. En vergeet niet, er is ook nog zelfs kans op een dubbel pull of een leuke full art of wat dan ook. In ieder geval, wij hebben Fletchling, Cloyster, Mr. Mime, Shellder, Stroomenergie, Machop, Caterpie, Reverse Holo Olympia. Uh-oh, jongens, we hebben iets. Ik weet wat dit is. Ik weet wat het is. Ik weet het. Flareon full art, yeah! Ik ben hier zo blij mee! Dit is echt zo'n gave kaart. Ik ben hier zo blij mee. Gewoon weer. En de full art ook nog eens een keertje. Ook weer de full art. Oh, dit vind ik echt gaaf. Dit vind ik echt gaaf. Oké, hebben we een dubbelpool? Nee, we hebben geen dubbelpool, maar toch. Snorlax erbij, maar... Ik bedoel, serieus. Look at it! Ik vind het ook zo gaaf hoe dat Vaporeon en Jolteon hier gewoon bij staan. Dit is een van mijn favoriete kaarten die je dus uit Generations kan krijgen. En we hebben hem gewoon bij de eerste pool. Oh. Oké, nou deze die gaat echt niet naar ver. Deze gaat gewoon echt mooi midden in beeld gewoon blijven liggen. Gewoon tot hij jullie aan kan blijven kijken met die schattige puppy-oogjes van hun. Goed. Nou, dat is al een heel goed begin, zeg. Jeetje. Eevee, je brengt geluk. Oh, wel in beeld blijven met die handjes, hè. Wel in beeld blijven met die handjes. Oké, nou, ik probeer ze gewoon zo te openen, want... Echt, serieus. Generations, het is een geweldige... Ik ben zo'n grote fan van Generations, maar... De pakjes, die zijn soms echt onmogelijk open te maken, dus... Oké, ik zal er niet te veel over blijven zeuren, maar echt serieus. Generations, het is een goede kaart. Oké, we beginnen weer met een Fletchling. Dat is de vorige keer ook goed bevallen. Oké, we hebben Immacuni. We hebben Maintained. Fairy Energy, maar die zagen we net al. Een Pikachu. Een Paras. Een Diglett. Een Reverse Holo Paras. Een Ivytal.
En een Tauros. Ah, jammer. Nee, we mogen niet dubbel. We mogen niet klagen. Ik ben zo blij met Flareon EX. Oh, ik ben er zo blij mee. Nou is natuurlijk wel de vraag. Hoeveel EX, of Evolutie EX, kun je eigenlijk uit Generations krijgen? Uit het hoofd weet ik dat je hebt Vaporeon, Flareon, Jolteon, Leafeon. Zijn ze allemaal goed nou? Sylveon, die heb je ook. Dus, nou weet ik dus niet. Heb ik nou wel... We gaan er gewoon vanuit dat ik er drie heb gedaan en zo niet. Dan, oeps, sorry, mijn fout. Oké, we hebben Raichu, Olympia, Golbat, Doduo, Fairy Energy, Magikarp. Oké, speciaal voor Erik heb ik gezegd, die komt ook op de bench. Jij mag mooi even naast Venusaur gaan leggen. We hebben Ponyta, we hebben Reverse Hollow Clefable, we hebben een Dedenne. En we hebben Snorlax. Nou, in ieder geval zijn we niet de Parasect tegengekomen. En we hebben een heel mooi begin gehad. En Snorlax kan ook heel erg gemeen zijn. Dus, nou, voor de mensen die het willen weten, waarom leggen we Magikarp op de bench? Dat doen we hetzelfde als dat we Eevee op de bench leggen. Speciaal voor onze Magikarp trainer Erik. Dus, kom op joh. Niet zo moeilijk doen met die kaartjes. Jullie zijn heel makkelijk te openen. Jullie zijn echt heel makkelijk te openen. Goeie dingen. En wij weten gewoon, hier zit Jolteon in. Tenminste, hier zit Jolteon in. Zullen we gewoon zeggen dat die Jolteon in zit? Ik zeg gewoon dat Jolteon hierin zit. Oké, nou, dan gaan we drie van achteren. Ik bedoel, serieus, dit is Jolteon. Dat is Jolteon, zeggen we gewoon. Al is het Jolteon, maar niet uit. Jolteon vind ik ook geweldig, dus. Maar goed. Charmeleon, Wartortle, Mewtwo, Tentacool, Energy Switch, Mr. Mime, Waterenergie, Diglett, Clefairy, Rhyhorn, Reverse Hollow Olympia en... Oh boy, ja hoor. Ja hoor, jullie weten het ook al. Sylveon EX Four, de tweede Four die we in de pak hebben gekregen. Ja, ik bedoel, kijk naar die Eevee, hoe schattig. Oh, zo, dat klonk wel heel erg. Hoe schattig. Oh, Eevee is zo schattig. Nee, maar echt serieus. Je komt nog heel dik bij Eevee, maar we zijn er nog niet doorheen. Oh, het is een dubbelpool. Golem EX er ook nog eens een keertje bij. Nou, wat wil je nog meer? Oké, ik zal Golem EX ook nog wel even beter laten zien. Dus, hij is niet zo in de trek, maar het is altijd gaaf. Volgens mij heb ik deze ook nog ergens eentje liggen, maar... ik had niet gelijk over de Jolteon EX, maar ja, deze die is gewoon wel. Ik bedoel, full art. We hebben gewoon twee full arts te pakken gekregen en we hebben nog de bonusronde te gaan ook, maar... Ik ben weer veel te lang stil. En ondertussen zit er een deel van jullie op de mat. Ik bedoel serieus, konijnenharen. Geweldig. Nou, we leggen deze heel eventjes apart, want we hebben nog onze bonusronde. We hebben nog twee pakjes. Eentje van Fates Collide en eentje van Steam Seeds. Nou, Steam Seeds die krijgen een evolutie hebben. Jullie weten het, ik hou heel erg veel van evoluties. Dus daarom ga ik maar beginnen met Steam Seeds, want daar kan geen Eevee in zitten. Dus... een beetje de spanning erin houden. Nogmaals over de codes die erbij zitten. Mochten ze in beeld komen. De codes zullen al geredeemd zijn. Sorry daarvoor. Dan zijn jullie daarvan op de hoogte. Goed. Nou, drie van achteren. Die gaan naar voren toe. Zo. Doen we een mooie swap maken. En dan komen we bij Monferno. Van Monferno gaan we naar Zwellos. En dan gaan we naar Nodorino. En Larvesta. En Apom. Ik ga er een beetje sneller doorheen dan normaal. Drifloon. Mareep. Mareep zijn we best wel vaak tegengekomen in Steam Siege. Een Fletchling. Reverse Hollow Greedy Die. Oh, die ben ik nog niet tegengekomen. Altijd spannend. En een Probopass. Ah, Steam Siege. Laat me in de steek, Steam Siege. Wat doe je nou, Steam Siege? Steam Siege! Oké, nou, we hebben nog één Fates Collide. Fates Collide, we hebben nou echt... We zijn op een evolutierol. Dus, laten we zeggen... make it complete. Geef ons een... ah, Glaceon die is gaaf. Oké, drie van voren gaan zo. Oké, Energy Reset. Pupitar. Warmadam. Lovitar. Meowth. Koffing. Koffie. Burmy. Wallaby. Oeh. Deze is eigenlijk ook heel erg goed. Carbink Break. Ah. Oké. En een Kabutops. Oké. Nou.
niet zo'n slechte pool. Ik bedoel, serieus. Ik moet zeggen dat we best wel veel breaks te pakken krijgen vanuit Fates Collide. Dus zeker heb ik daar niet echt veel problemen mee. Maar ik moet zeggen, ik ben zeker tevreden over deze pool uit één Generation box. Ik moet zeggen, Generations, ik vind het nog steeds een geweldige set. Maar vergeet niet, Sun and Moon komt eraan. Daar zitten ook weer nieuwe evoluties in. Voor mij is Eevee heel belangrijk. Voor de kijker is natuurlijk alle kaarten heel erg boeiend. Misschien ben jij wel een hele grote fan van Carvink of van Golem. Of misschien ben jij net zo'n grote Magikarp fan als onze Erik. Dus laat zeker weten, waar ben jij nou de grootste fan van? Wat is jouw favoriete Pokémon? En dan moet je niet gaan kijken naar welke de sterkste Pokémon is, wat de krachtigste Pokémon is, maar echt wat jouw favoriete Pokémon is. Daar ben ik zeker nieuwsgierig aan. Laat het weten in de reacties, als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En voor deze video, laat een like achter, natuurlijk als je daar de tijd voor hebt. Volgende evenement waar dat ik weer kaarten ga halen bij René, dat is, ik denk, een Comic-Con? Moet ik heel eventjes gaan kijken trouwens. Weet je wat, we zetten gewoon eventjes hier even de informatie neer. Want er was iets over René. René die had er iets over geschreven op Facebook. In ieder geval hier eventjes de Facebook. Staat ook link in de beschrijving erover. René kaart staat natuurlijk ook in de beschrijving. Dat je daar kan bestellen mocht je dat willen. Dus ja, met dat gezegd te hebben. Ik ben heel erg blij met de kaarten die we te pakken hebben gekregen. Ik dank jullie voor het kijken naar deze video. En tot de volgende video, wat dat dan ook zou kunnen zijn. En misschien moet ik een beetje met mijn handen in beeld houden als dat ik buiten de camera. Ik wil gewoon dat jullie goed Eevee kunnen zien. En Sylveon. En Flareon. Ik bedoel serieus. Dank voor het kijken jongens. En tot de volgende keer. Doei! Oh, Eevee is zo cute aan deze. Ik vind deze echt geweldig. Oh.